Kampioen. Dit is Ernst. Van kleins af aan al bezig met alles dat onder water leeft. Altijd in voor een frisse duik. En altijd vol verhalen. Dat is Ernst. In de vorige aflevering vertelde ik dat ik een bijzondere gast zou meebrengen. Nou, dit is ze, Jiska. Jeugdtelegraaf van Delfland. Samen gaan we ontdekken hoe de mens dit landschap enorm heeft veranderd. En wat dat betekent voor het leven onder water. De plek waar ik nu sta lag 3000 jaar geleden meters hoger. En het landschap zag er compleet anders uit. Het waren zompige moerassen van riet en veenmos. Er leefden bijzondere plantjes zoals het vleesetende zonnedauw en blaasjeskruid. En ook leefden er veel insecten, zoals witsnuitlibellen met een mooie witte neus. Jiska, wat doe je nou eigenlijk als jeugdtelegraaf? Aan de ene kant is het mijn taak om jongeren bewust te maken van water. En aan de andere kant mag ik meedenken over projecten voor jongeren over het water in ons land. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat mensen er vaak niet bij stilstaan dat we onder de zeespiegel leven. En in de toekomst zullen zich meer aan watergerelateerde problemen zich voordoen in ons land. En water speelt natuurlijk gewoon een hele grote rol in ons dagelijks leven. Sloten en vaarten zijn niet alleen leuk om van te genieten, door bijvoorbeeld te varen, te vissen of er gewoon naar te kijken. Maar ze hebben ook een belangrijke rol voor een bepaalde groep van planten en dieren. Die kleine wateren vervangen namelijk een natuurlijk watertype dat door het menselijk gebruik van het landschap eigenlijk verdwenen is. En daarom is het zo belangrijk om die kleine watertjes goed in stand te houden. Nou, dit is zo'n typisch slootje, hè, door de mensen aangelegd. Met als doel het water afvoeren. Maar juist zo'n klein watertje, daar kunnen dieren en planten die thuis horen in die kleine watertjes ook hun plekje vinden. En wat leeft hier allemaal in dan? Nou, bijvoorbeeld hier zwanenbloemen, nou, echt een moerasplantje, net zoals de waterbies. En in het water zie ik bootsmannetjes en allemaal poelslakken zitten. Nou, er dansen allemaal kleine dansmugjes rond. Wat heb je met water dat je besloot om dit te gaan doen? Nou, water geeft gewoon altijd rust en ik ben er van kleins af aan al te vinden in de buurt van water. Ik hou er heel erg van om foto's te maken met een waterelement erin. En ik ben er ook dol op om kikkertjes en salamanders te vangen. Ja, ik ken maar, dat deed ik vroeger ook altijd. Ja, nog steeds eigenlijk. Doordat de mens het land heeft drooggemaakt om zijn koeien en ander vee te houden, maar ook door het winnen van turf, is het land hier meters gezakt en ligt het nu onder zeeniveau. Maar we winnen nu geen turf meer, maar we houden het land nog steeds droog. En daardoor blijft de bodem zakken. Ja, ik heb hier iets gebouwd om te laten zien hoe diep we eigenlijk zitten. De balk hierboven, dat is eigenlijk het zeeniveau. Als jij een stukje wegloopt, dan kunnen we mooi zien ja, hoe diep het eigenlijk hier is. Nou, boven je hoofd zien die balk en dat is eigenlijk hoe diep we onder het zeeniveau zitten. Dat is echt heel hoog. Ja, dat behoorlijk toch? Hoe diep is het diepste punt in Nederland? Ja, dat is ongeveer 7 meter bij Nieuwekerk aan de IJssel. Om te voorkomen dat ons land onderloopt met water, worden kades en dijken aangelegd en polders gemaakt. Vroeger werden die droog gepompt met molens zoals deze en tegenwoordig doen we dat met gemalen. Nou, zoals je hier ziet, groeien kleine water als slootjes vrij makkelijk dicht. Van nature is een overstroming dat zo weer openspoelen. Maar met onze dijken hebben we overstromingen uitgebannen. En daarom is onderhoud belangrijk. Want zonder onderhoud zouden die slootjes en alle plantjes en dieren die erin thuis horen langzaam uit het landschap verdwijnen. Wat zijn belangrijke uitdagingen voor jou? Voor mij is persoonlijk de grootste uitdaging het bereiken van jongeren en hun interesseren voor dit onderwerp. En onze wateren worden nu nog steeds erg vervuild door medicijngebruik, de afvalresten daarvan die in het water komen. En door het veel gebruik van pesticiden, wat eigenlijk gewoon gif is voor ons water en alles wat erin leeft. En jij? Het is een heel vol landschap. Het wordt ook steeds voller. Dat mens en natuur elkaar de ruimte gunnen en ook geven. Ik denk dat dat heel belangrijk is. De omgeving verandert dus voortdurend en daarmee ook het leven in de sloot. Met moderne machines gaat het onderhoud steeds sneller en eenvoudiger, zodat we omgeving geschikt houden voor gebruik door de mens. Maar daarbij moeten we aandacht houden voor ruimte die we bieden aan planten en dieren, die niet alleen een belangrijke rol hebben in ons water, maar daar ook gewoon een lekker leventje willen leiden. Heb je nog een gouden tip om af te sluiten? Koop een regenton, zodat in de periodes dat het veel regent, je het water kan opvangen. En dat je daarmee in de droge periodes je tuin kan besproeien, zodat je geen drinkwater daarvoor hoeft te gebruiken. Nou, daar gaan we mee afsluiten. Dankjewel, Jiska. Dat was het voor deze keer. Tot de volgende keer weer.